een grote klas vol met geïnteresseerde leerlingen. Echt, ik vond het te gek. Weet je, ze hadden zich goed voorbereid, stelden goede vragen. Ze waren aandachtig. Nee, ik vind het mooi zelf om af en toe les te geven. Omdat je kennisoverdracht vind ik leuk om te doen. En zelf toen ik op school zat, heb ik ook heel veel geleerd van zowel de leraren, maar ook zeker van de gastdocenten. En ik hoop dat ik de leerlingen hier ook een beetje heb kunnen inspireren. Want die inspiratie die verdienen ze wel door alle transpiratie die zij hebben gehad. Met het inlezen en het inwerken en de goede vragen stellen. Ja, ik was van tevoren best wel zenuwachtig. Want ik heb nog nooit eigenlijk iets, zo'n interview voor zo'n groot publiek eigenlijk gehouden. Ja. Maar het ging hartstikke goed naar mijn gevoel. En viel eigenlijk allemaal wel erg mee. Van tevoren hebben we ook die interviewles gehad. Dus we hadden al een beetje het idee van wat kunnen we vragen, hoe moeten we erop inspelen. En dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. En dat zorgde ook dat ik minder zenuwachtig was. Ik vond dat ze aandachtig waren. Wij hebben natuurlijk ook altijd goede voorbeelden bij ons. Dus ik hoop wel dat die leerlingen het mooi vonden. En ik vind het altijd belangrijk, zeker als je zo'n grote groep hebt. Als je maar één iemand inspireert, is het al goed, hè? Hij was heel erg aardig en stelde ons heel erg op ons gemak. Ja, hij praatte heel rustig. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is bij een interview. Dat je op je gemak voelt bij elkaar en dat je gewoon rustig kan praten. De twee dames die mij interviewden, die waren zeer goed. Ik zette ze ook nog even voor het blok doordat ze even een intro tekstje moesten doen. Dat deze spontaan, dat deze goed. Ze stelden mij vragen. Ze hadden vragen voorbereid, maar heel veel vragen kwamen uit de antwoorden die ik gaf. Dus daar gingen ze goed in mee. En wat ik ook leuk vond, is dat ze niet alleen hun eigen pad kozen, maar dat ze ook echt aan het publiek vroegen van oké, zijn er nog vragen voor Patrick? Dus nee, ik vond het een goede setting, goed gedaan. Volgens mij is dit een school waarin veel gebeurt, waarin je vele kanten op kan. Ik kwam net bij de balie ook een jongen tegen die een game in elkaar aan het zetten was. Hier wordt dan nagedacht over interviewen, over storytelling. Ja, media kent vele facetten tegenwoordig. En ik denk dat dit wel een school is waar al die facetten belicht worden. En wat ik ook leuk vind is dat ik ben natuurlijk eigenlijk een beetje van de traditionele media. Televisie is natuurlijk toch wel een oud medium. Nu zit ik zelfs bij radio, dat is nog een ouder medium. En hier zie je dat er veel meer aan de hand is. En dan heb ik het veel over digital, online, social. Daar kan ik nog veel van leren. Ik zou het zeker wel nog een keer willen doen. Want ja, dit is sowieso ook goed. En ik vind het gewoon echt heel erg leuk om dit te doen, merk ik. En hiervoor wist ik dat niet. Ik dacht altijd, zie nog eens niks voor mij, laat andere mensen dat maar doen. Maar eigenlijk vind ik het wel heel erg leuk. Dus als we nog een keer mogen. Zeker.